Ik ben Jan van Etten, chauffeur zijlader bij Rover Steenwijk. Dit is mijn werkplek voor vandaag. Ja, het wordt vandaag een leuke dag. Het is natuurlijk alleen wel wat anders dan normaal in verband met corona. Overijssel blijft zoveel mogelijk thuis. Maar voor sommige mensen gaat het werk gewoon door. In deze serie volgen we het kloppend hart van Overijssel. Wat doen ze en hoe doorstaan ze de crisis? Vandaag zijn we in Steenwijk. Dus heel veel mensen die komen nu allemaal afval brengen. En iedereen die gaat in de tuin aan de gang. En zoals je kunt zien, er is nog maar één vrachtwagen binnen. En de rest is allemaal nog druk aan het werk. Echt fors meer aanbod. Ja, fors meer aanbod. Er zijn een hele hoop die komen dan ook alleen. Maar je hebt er een aantal bij, ja, die vinden het gewoon onzin. En die denken allemaal van, het gebeurt mij toch niet. Ik krijg toch geen corona. Maar het is wel lastig hoor, om iemand daarop aan te spreken, want het is natuurlijk niet je dagelijkse kost. Dit is mijn werk niet, maar goed, ik heb er wel last van, ja. Je ziet nou echt dat mensen ook je een bloemetje geven, zeggen van goh, wat doe je goed werk en fijn dat jullie nog wel de rommel opruimen. Dat heeft twee kanten inderdaad, zo kan het nou ook. Mensen helemaal zwaaien, kinderen zijn heel dol enthousiast. Die normaal op school zitten, die zitten nou allemaal voor de ramen te kijken als de vrachtwagen langskomt. Dus dat is wel heel leuk. Als dit nou heel lang gaat duren, hoe lang gaan jullie het volhouden? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk dat ik dit wel een hele poos ook kan volhouden. Je moet gewoon wat ontspanning thuis zoeken. Je moet gewoon rekening houden, het komt vanzelf alweer goed. Dit is dus onze kantine waar we normaal altijd gezellig met z'n allen zitten koffie te drinken. Maar ja, dat is gesloten. Dat maakt het voor ons wel een stukje anders, want het is hier altijd hartstikke gezellig. Maar nu helaas niet. Het is inderdaad wel dat je wat langere dagen maakt. Ik zie mijn vrouw ook minder, want die werkt in de zorg. Dus ja, dat is wel een klein dingetje. Maar goed, we zijn het wel gewend dat we ook een beetje naast elkaar leven soms. Dus die komen we ook wel doorheen. De kinderen zijn er trouwens wel heel dol enthousiast als papa thuis komt. Dus dat is wel mooi. En het houdt het huwelijk ook fris, hè? Ja, zeker. Dat heb je wel goed. Zo ziet een werkdag voor mij dus uit. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En als ik thuis kom, dan wachten deze twee prachtige dames op mij. Mijn vrouw uiteraard ook, maar die is nu aan het filmen. Dus die staat achter de camera. Voor straks, wel rusten.